Homerus Ilias, boek 1, vanaf vers 140. Agamemnon reageert op het voorstel van Achilles om te wachten met een nieuw eergeschenk totdat zij de stad hebben ingenomen nadat hij zijn eigen eergeschenk, Chryseïs, terug moet geven aan haar vader, omdat Apollo hem straft door de pest te sturen. Zijn reactie valt in twee delen uiteen. In 131 tot en met 139 heeft hij zojuist een nieuw eergeschenk opgeëist. En als hij het niet krijgt, overeenkomstig zijn wens, dan gaat hij het wel halen. En in 140 tot en met 147 verandert Agamemnon opeens van toon en gaat hij de teruggave van Chryseïs organiseren. Bij 140 begint dan Al Etoi en daar zien we een plotselinge verandering in het gedrag van Agamemnon. In 138 heeft hij drie helden genoemd. Agamemnon noemde daar Achilles, Ajax en Odysseus. Eén van die helden, waarschijnlijk Achilles natuurlijk, zal door middel van een gezichtsuitdrukking of iets een reactie gegeven hebben, wat Agamemnon heeft doen beslissen om in ieder geval de teruggave dan maar te gaan regelen. Al het ooi, maar waarlijk, en dan zegt hij metafraso mesta. Mesta is de eerste meervoud in het Attisch, zou je meta lezen, maar wij zullen later overleggen, tauta, deze dingen. Kai autis, ook een andere keer. En dan de tegenstelling tussen, hier hebben we men, dat is etoi men, maar later zullen wij nun de, maar nu, age, vooruit. En dan erusomen. Erusomen is een conjunctivus. We hebben hier een conjunctivus aoristus zonder an in de hoofdzin. Zijn er drie mogelijkheden: een prohibitivus, een verbod, een adhortativus, een aansporing, of een dubitativus, een twijfel. En hier hebben we de tweede, een aansporing. Laten wij trekken. Een aansporing geef je weer door laten toe te voegen aan je vertaling. Laten wij trekken een nea melainan, een zwart schip. En waarin je dat moet trekken staat ijs plus een accusatiefs in de Haladian, in de schitterende zee. Dat is niet het enige wat ze moeten doen. Ook, en dan hebben we en is hier een, wij kennen het als een voorzetsel, maar het voorzetsel wordt hier als een bijwoord gebruikt. Betekent daarin. Ageiromen, wederom, conjunctivus aoristus, weer een adhortativus. En laten wij daarin verzamelen, eretas epitedes, een met zorg verzamelde roeiers, eretas. En het derde onderdeel dat ze moeten gaan doen is theomen, dat is gelijk aan tomen, conjunctivus aoristus, ook weer een aansporing. Laten wij offeren, is daarbij een hecatomben. Een hecatombe is een offer van vee. Hecatomben waren eigenlijk, hecatom is 100 in het Grieks en boes, hecatomboes, is rund. Het is eigenlijk een offer van 100 runderen, het duurste offer dat er in de oudheid gegeven kon worden. Dus dat is wel een erg prijzig offer voor de godheid, om de godheid gunstig te stemmen. Dan is hij nog niet klaar. Want dan hebben we Bezelmen, dat is de laatste conjunctivus aoristus van Baino, ook weer een adhortativus. Laten wij doen gaan. An is hier Anna, omhoog. Laten wij omhoog doen gaan. Auten Geseide, haarzelf Geseides. Kali Paregon, en dat is met de mooie wangen een mooi epiteton. Ornans. Als dat geregeld is, nou, het schip zit in de zee, een offer gebracht, Chryseïs is aan boord, dan moet er nog één ding geregeld worden. Esto, een imperativus van de derde persoon enkelvoud, laat hij zijn of hij moet zijn, en het onderwerp daarbij is de heistis aner boule foros. Heis is een telwoord, betekent één, moet je verbinden met tis. Eén iemand, een aner boulot, een raadsheer. En dan tis kun je goed vertalen met wie dan ook. En die raadsheer moet Argos zijn, leider.
één deelnemer van de raad, wie dan ook, moet leider, gezagvoerder zijn. Weer noemt hij drie namen, niet de namen die net waren genoemd. Wel zit Ajax, Ajax er weer bij, ofwel Ajax, Ajax, of Idomeneus, of Dios Odysseus, of de edelgeboren Achilles of Odysseus. En dan komt hij op een heel goed idee, Ee of jij, Peleidee, Peleus' zoon. Om hem nog even gunstig te stemmen, de ekpaklotate, een vocativus, de epsilon is weggevallen, de meest verschrikkelijke, de verschrikkelijkste pantonandroon van alle mannen. Peleides is een patronymicum en met viermaal het woordje e is uitrekking, hebben te maken met een polysyndeton. Veel voegwoorden wordt het allemaal bij elkaar gezet. En dat moet hij doen, ofra, op dat. En dan hemin, let op, is een dativus voor ons. En het onderwerp, de persoonsvorm is hilasseai. Ook hier is weer de sigma al weggevallen tussen ei. Maar de uitgang ei is nog niet samengetrokken tot ei, dat je als tweede enkelvoud medium in het altisteren zou komen. Opdat jij gunstig stemt voor ons, de hekaergon. De van verre treffende, en dat doet hij, rexaas, een participium aoristus, nominatiefs mannelijk enkelvoud, hoort bij het onderwerp, opdat je verzoent, opdat je gunstig stemt, rexaas, brengend, een participium aoristus is het, de vertaling hier klopt dus niet, gebracht hebbend hiera offers, nadat je hiera offers gebracht hebt.